Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Infamous Second Son. Het is vandaag donderdag 5 september, 10 voor half 8. En we moeten wat foto's maken van deze shit. Van ondergoed. Okay, those definitely very likely belong to a woman. Yep. Like you know. Oeh, wat een savage. Moeten we hier een foto van maken? Ja, een fotootje erbij. I wonder who Brent okay. is. Wie de fuck is Brent? Hier nog een fotootje, nog een foto. Okay. Oh, nog eentje. See how okay. you might think those are women's shoes? Yeah, they're like size negative. Damn. Okay, we weten dat het een fucking dame is. Wat? Moeten we nog een dildo voor het... Wacht, wat? Dat is een serial wat? Killer who reached Jane Eyre? Oh, totally. Damn. Jane Eyre is like the female catcher in the rye. Lekker bezig, man. So, anything else interesting? Relax, I'm looking. I guess this counts as interesting. Wat? Wat? Camera gebruiken? Wat? Hé? Oh, dat is wel episch. That's interesting, alright. You know, it's a long shot, but maybe if I run this through the database, cross-referencing the name Brent. Nee. Get lucky. They are gonna get lucky, en het slaat nergens op. Eh, what the fuck? Kan ik you dit know, if I had smoke and lasers, I could, like, put on light shows in our Dude, living die room. Die X moet eigenlijk echt wel iets sneller, hoor. Like, damn. Wacht, wat moet ik nou doen? Hey Reg, I was just thinking about the bras. Well, ja? Stop, okay? Seriously, just stop. Oh, nou jammer, dan toch niet, man. Okay, I'm thinking, when I get to Augustine, it's gonna be like, whoom, smoke, and then once I got on the ropes, okay. It's like, zap, zap, I'll whip out the laser show. Well, it's good to have a plan. Damn, lekker bezig, man. Maar in ieder geval dus, vandaag op school is geen ene fuck gebeurd. Hey, ik had wiskunde D weer en hey. Name's Brent Walker. Like, wat? Oh, Walker. Minor drug Chris Walker? Walker als een zombies van The Walking Dead? Cause of death, a single puncture wound of unknown origin through the chest. I'm sending you the address now. Okay, bro. Yeah, our girls definitely got a thing against drug dealers. Yeah. Seems like it. It's weird though, man. Damn. If she's just killing drug dealers, then why do the news reports make it sound like she's picking off random victims like it could be anybody? Yeah. Well, you'd think the DUP would want people to know the killings weren't random. That if you're not nee. A drug dealer, you're not in danger. That'd sure bring the panic level down. So you're saying what? The DUP is trying to scare people? I mean, their job is to control the panic. What the fuck, dat doen ze niet. Oh, we gaan naar de place select. Oké. Okay. In ieder geval op school is dus geen ene fuck gebeurd. Ik had wiskunde gewoon lekker chill. Ik werd op een platgrond gezet omdat ik een fucking kutkid ben. Verder is, ja, ik neem weer op met mijn Blue Snowball, mensen. Jullie weten het al. De Blue Jerry was van vorige keer dat ik dit spel speelde. En het was fucking depressing. Maar ik heb nog steeds hem niet teruggebracht. Omdat, daar heb ik een hele goede reden voor. Omdat ik fucking gay ben. Ja, dat is eigenlijk mijn reden, ja. Ik heb geen idee, ik ben gewoon fucking lui, I guess. En ik heb hem gewoon nog niet teruggebracht. En dat is gewoon niet normaal. Oh, is dit het steegje? Dat is ook niet echt een erg steegje. Hoppa, we zijn bij het steegje. Oh, what the fuck doen jullie hier? Oké, nou dan doe ik het. So now you do want me killing people with my powers. I didn't say kill them, just rough them up, scare them a little. Okay, do it. Destroy their stash. Oh ja, jij surrendered? Ah, weet je wat? Okay. Did you kill them? Hey, I was trying to do my duty as a citizen, man. They were trying to do their duty as criminals. Wat? We hebben ze niet vermoord, toch? Wel, I don't know. All units. I'm at the gate in front of the alley's locked. Well, I didn't stop you back at the cannery. Okay, come up. Overmeester, doei. Get the fuck out of here. Oh, nu gaan we weer lopen, okay. How the fuck zijn hier nu met... Zo, dit ziet er... You should see this, man. Speedy gone crazy is a damn. Tiger. She's a pretty damn good one, too. Yeah, well, don't forget she's a murderer, right? Pretty damn good one, too. Ja, maar dit ziet er fucking apes uit. De school was dus geen in de fuck gebeurd. Altar. Ik wil eigenlijk nog altijd wel mijn Outlast en Insane Run wel iets verbeteren alsnog. Ik had hem dus, gisteren heb ik dus een no commentary geüpload. Ik ga morgen commentaar leveren of opnemen. En wat het dus is... Ik had dus mijn microfoon uitstaan, dacht ik. Alleen ik was vergeten dat het natuurlijk niet op mijn headset zit.
Maar dat hij op mijn blue snobbel zit. Dus hij nam gewoon mijn geluid op. Dus daarom hoor je me soms wel praten. En dat is wel fucking irritant. Want eigenlijk wou ik gewoon no commentary doen. Alleen nu zit een klein beetje commentary bij. Het was ook niet heel snel. Ik had er wel een paar fouten gemaakt. Ik wil me eigenlijk wel opnieuw doen, maar ik ben wel echt lui. Ik weet niet of ik hem nog ga opnemen. Dan ga ik gewoon alleen no commentary. Nu doe ik gewoon eentje met commentaar en dan... ga ik daarna, als ik een verbetering ga doen, ga ik gewoon no commentary en dezelfde thumbnail gewoon fucking lui zijn. Maar waar moet ik weer? Oh, laat me, we hebben hem al vertooid. Fucking apes. Oh, 3 upgrades. Schrikken, wat hebben we? Mijn PlayStation 4 gaat weer helemaal loszoen. Je weet hoe het is met deze game. Deze game, het gaat wel echt fucking snel met deze game. Ik heb geen idee waarom dat zo is, maar het is wel zo. Misschien omdat het een open world is of zo. Ik heb geen idee en ik heb ook geen zin om fucking tv te kijken. Ik heb de fuck out weer. School was niet interessant, maar wat wel interessant is, is dat ik... van Randstad, de plaats waar ik werkte, kreeg ik weer geld aangeboden. 120 euro. Terwijl... En dat was dan mijn bonus. Terwijl ik 5 weken heb gewerkt. Eigenlijk 4 weken en 4 dagen. Per week krijg je een 37,50 euro bonus. Dus dan heb ik voor 3,2 weken gewerkt. Wat uitkomt op als je nagaat dat 1 week 5 werkdagen is. Omdat dat de enige dagen zijn waar je, waarbij je kon werken bij Van Dijk. Dan kun je het dus beredeneren dat ik dus 3 weken en 1 dag gewerkt heb. Dat het dus niet zo is. I feel you. Are you fucking... Motherfucking for real, boys. Oh, shit, sorry. En hoppa. Bitch, shut the fuck up. Oh, waar gaat hij heen? Bitch! Oh, is er nog één? Shut the fuck up, bitch. Oké, zei je geen eens iets? Shut the fuck up. Oké, wij hebben match. Kom op, overmeestra. Nou, kunnen we hem nu eindelijk beginnen alsjeblieft? Ik hoop het wel. Want ik wil gewoon een fucking missie beginnen. Oké, lekker klimmen. Maar in ieder geval dus, het slaat dus eigenlijk helemaal nergens op. En ik heb geen idee waarom de fuck dat zo is. Maar ze hebben het alsnog wel gedaan. I for real? Wacht, waar? Oh, daar, oké. Waar de fuck, boys? Ik heb even geen zin in dit gezeik, dus... Jij krijgt een fucking raket. Wacht, hoe de fuck overleef je dat? Hoe de fuck overleef je dat? Wat? Of meesteren? We kunnen jou even helpen. Burger gedood. Nou, jammer dan. Bitch, dan moet je maar niet in mijn weg komen. In mijn weg staan. In ieder geval dus. Als ik mag verder praten. Dat slaat dus nergens op. Met vakantieuren. Ik had 12 vakantieuren. Zie ik ook niks van. Heb ik ook al uitgerekend. Kan ook niet. Verder is, wat heb ik nog meer? Ja, het slaat dus eigenlijk nergens op dat ik maar dit heb. Oh god. Oh, wie de fuck zegt dit? Walker. Her body was corrupted by drugs and the drugs turned her into a bioterrorist. We need your help to keep our streets clean of that kind of thing. Filth, huh? Hey, you're either fighting with us or against us. Okay. Wow, I'm impressed with your impulse control. Maybe you should wait up by the neon sign. Ach, what the fuck doing you here? Conspicuous that way? Besides, she'll probably head there to recharge. Okay, ik ben near. Yeah, plus there's probably less people I want to kick the crap out of up there. That too. Boys, stop. Stop a fucking good DOP. Ik ga weer hier. Doei. Ik ben fucking weg. Al die fucking kut checkpoints mogen opflikkeren. Echt waar, fuck off. Waar is hier zo'n vent ding? Hallo? Oké, dan ga ik gewoon klimmen. Oh, daar. Ga erin. Waar zie ik een verstopt plek hier, ook? Verberg je. This is good. Surveillance. Hobo style. Bedankt. Maar in ieder geval dus. Ja, dat dus. Ik moet eigenlijk meer geld krijgen. Ik heb al berichten erover gestuurd. Ik wil gewoon al mijn fucking geld kudderen. Anders dat echt door van de marge ligt. Maar in ieder geval dat dus. Blue Yeti moet nog steeds terug bij de ring aan hij nu gebruikt wel mijn blue snappen nog steeds. Oké. Why didn't I take some cash off those dealers? Damn. Money, why do you hate me? Be my friend, money. Come to me. Let's bond. What the fuck doe jij?
What are you doing? Chicky. Gaan we dat smashen trouwens? It's okay. Ah, god, nu heb je powers. Hoppa. En we zien de hele backstory fucking snel. Waarom die we zo uitgelegd gaan krijgen. Als het goed is. Mijn fans zijn nog redelijk stil. Ik weet niet wat de fuck gaande is, maar... Oh god, ik hoor de actiemuziek, boys. We moeten knallen. Ik wil gewoon mijn outlet speedrun fucking snel doen, oké? Okay? En we moeten knallen. Not this again. Holy shit. Last time, Delson. Concentrate. Concentrate? We kunnen nog steeds niet controleren, no. Oké. Okay. You're not getting away. I got this now. Wacht, hoe de fuck doen we dit? Een nieuwe overnemen? Daar hebben we geen in de flikken. Oh. Zo snel als het licht erin. En dit is niet zo snel als het licht, oké? Okay? Hey, rustig. Fuck fetch. Weet je fetch? Hoe de fuck weten we dat je fetch heet? Holy shit. Oh, we hebben zo'n achievement dat we oneindig kunnen rennen. Dat is fucking chill. Oké, okay, we hebben hier een... Dit gaat trouwens echt niet zo snel als het licht. Ik weet niet wat de fuck het is, maar dit is echt gewoon false advertising. Holy... Ga. Dit gaat niet zo snel als het licht, maar het gaat iets. Het gaat iets. Ja, dat kan. Fucking apies. Hoppa. Oké. Kom op. Maar dit gaat niet zo snel als het licht, mensen. Holy bitches. We moeten haar pakken, maar we gaan niet zo snel als het licht. Dus dat is een beetje false advertisement. Maar we gaan wel een beetje snel. Oké, okay, I don't fucking care. We zeggen geen eens meer wat. Maar hey. En mijn ding is nu ook fucking in neon. Deze power vind ik trouwens echt de coolste. De neon power. De power hierna heb je echt geen hele flik uit. Nee, I don't fucking care about you few more days. You're gonna die, bitch. Oh, actually niet doodgaan. Ik wil je wel eerst smash mij. Stoppen nou, alsjeblieft. Ik wil je toch geen eens pijn doen, man. Dat heb ik geen eens gezegd. What do you mean? We kunnen haar onmogelijk pakken. Holy shit, dit gaat fucking irritant. Kom hier. Ik weet geen eens wat ik aan het doen ben. Damn. Kom terug, jij. Kom hier. Hoe halen we jou überhaupt in als jij je powers al onder controle hebt? Like, what the fuck? That doesn't make any fucking sense, maar YOLO. Maar waarom doen we dit eigenlijk ook weer? Ik heb geen idee. Oké, okay, I don't... Oh god. What the fuck was dat? Dat was fucking episch. Bro, kom. Chicky, doe even rustig. Hoe gaan we jou ooit pakken, ouwe? Oeps, sorry, D.O.P. We kunnen haar echt onmogelijk pakken, hè. Het is echt onmogelijk om haar te pakken. Pak haar nou. Oh, we hebben haar eindelijk. Oké, calm down, please. Oh, wat gaat ze doen? Gaat ze... Holy shit, what are you doing? Chicky. Ah, we zijn er eindelijk. 13 minuten erin. Oké, doe even rustig. Mijn rooster is ook geüpdate en het is iets beter. Behalve dat ik vrijdag zit ik tot het 7e en eerst zat ik altijd tot het 6e. I don't fucking care, oké. Okay. Holy shit. Jij wil me fucking vermoorden, bitch. Kom dan. Oh ja. Oké, that's a good idea. Oké, we nemen die dingen over. Bad news? Not a nightmare. Ik zeg geen fuck. Oké, YOLO. Hou je bek dicht. Ja, ik ben geen DP. Ik ben een conduit. Waarom zou een DP dan conduit? Stoppen, kun je even stoppen alsjeblieft? Ik smeek je. Ja, you're not going back. Shut the fuck up, bitch. We gaan deze overnemen. Hoezo zijn er zoveel neon signs? What the fuck? No, we can't anymore. Bitch! Stoppen! Oh. Holy shit, doe even rustig, chickie. Doe fucking rustig. Oh shit, oké, sorry. Ik wil niet vechten. Wacht, kan ik dat ding overnemen? Holy dikke tieten, sorry. Oh, hier zijn neon. Kun je stoppen? Holy shit, kun je stoppen alsjeblieft. Alsjeblieft, stop dit. Healen. Kun je al fucking healen, je bitch? Kom op, Nian overnemen. En we zijn neer. Wauw, jij bent fucking kut, Delson. Echt waar, fuck jou. Fuck jou en jouw Hannes. Wacht, wat? Nee, Anal, niet doen. Ja, je gaat niet terug. Oh, rustig. Doe even fucking rustig. Waarom kan ik mijn powers niet zo... Eerst,
stoppen, please. Oh my god, can you stop? Can you stop? Can you stop? Good news is, let's just. Oh, bedankt. Stop, kun je stoppen? Neem het over. Bedankt. Maybe stop trying to kill me and we can let the beer signs live to see another day. Bedankt. Die moeten we nog hebben, die moeten we nog hebben. De Drengelbal, ben ik bij episode iets? Ja, oké, je hebt een kut leven gehad, oké. Dat hebben we allemaal wel last van. Op school ben ik ook fucking genaaid met de fucking AIDS rooster. Die nu iets beter is, maar nog steeds wat goed. Holy shit, ja. How many times? Wait. Are there really robots? Holy shit. Hoezo zou ik dit zeggen als ik bij Augustine ben? Chicky, jij bent ook een beetje raar. Oké, geef me de Neon. I just want some of your powers. That's all. Oké. Holy shit. Ik wil gewoon wat van je powers. Oh shit. Nee. Laat me niet doodgaan. Alsjeblieft. Oké. En dit is het laatste. Holy shit. Waar is dat? Oh, hier. Neon overnemen. En we hebben het. Oké, wat nu? Surprise. Oh, I am so gonna use this. Oh, nu kunnen we het ineens wel, hè? I don't get it. Oké, holy shit, dit is wel fucking episch. Waar ben je, chicken? You can run, but you can't hide. Oké, kom! Waar ben je, bitch? Holy shit, deze power is fucking lastig om te... Kom fucking terug, ja. Je bent sneller dan het licht, maar je bent fucking lastig om te pakken. Kom hier. Kom terug. Holy shit, what the fuck doe jij, Chicky? Doe fucking rustig, jij. Nee. Wat doe jij ooit? No! Oké. No. Hoppa, we hebben hem. Versla fetch, bitch, waar ben je dan? I don't get it, well, where are you? Hier! Hallo, fetch! Oh, dit is zooi. Kan ik nog andere powers doen of zo, of alleen maar fucking schieten? Daar heb ik ook geen ene fuck aan. Waar ben jij ooit? Ik kan je geen eens zien, what do you mean? Oh, daar ben je. Stop it. Jij bent degene die de hele tijd mij probeert te vermoorden. Nu zeg ik tegen mij stop it. Zo gaan we dus niet doen, hè? Kom hier. Holy bitch. Die attack is wel fucking sterk trouwens. Even kijken. Waar ben je? Holy shit. Ik zie echt niet waar de fuck je bent. Waar ben jij? Oh, daar. Holy shit. We moeten gewoon even in de fucking melee aanval komen. Dan kan ik hem. Ja, leave you alone. I'm not gonna do that. I'm absolutely... Oké, we hebben gehit. We hebben nog een hit. Fucking kutvlieg die mijn hele leven probeert te verkrachten. Fucking acevlieg. Holy shit. Holy shit, please. I can hear you breathing. Wait, is that me? Oké, stop. Oké, sorry, ik moest even healen, boys. Wijzen. Bitch! No! Shit, hoe doe jij dat de hele tijd? Kom terug! Bitch. Nog fight. Waar de... Oh my god, bedankt, we hebben haar. Holy tyfus. No. Waarom kwam daar rook vanaf? Holy shit, gaan we nu haar backstory horen? Of niet? Oepsie. Delsen. As a little girl, I never thought it'd be me. That I'd be one of them. Oh god. My powers were a surprise. My parents turned me in. Ach, fucking kut ouders. Gelijk. They knew beetje what the krachten. Government would do to people like me, and they did it anyway. Wow, what a good bitches. Ouders zijn kut bitches. I didn't know what to do, but my brother Brent just grabbed our coats and we ran. YOLO. Dit is wel fucking apes anime backstory. Moving from city to city, no comfort anywhere. Oh, we hebben nog 20 minuten, we zijn wel bezig. And man, they hooked us up. Damn. Ach, godverdamme, geen naald alsjeblieft. Niks, make chicks. Spaar me. The drugs were heaven. Oh, fuck. Je bent een junkie. Get the fuck away from me, please. Fucking kutvlieg, echt waar.
But then we always vliegen. And withdrawal. Agony. Fuck. Deze muziek ouwe. And when you lose your stash, when you think someone stole it from you, the drugs, the dealers, they make you do things they... Wow, ze heeft zijn eigen broer vermoord. Dat is... Dat is heel fucked up. Heeft die Brent, had hij geen powers dan? Of? The government picked me up easy enough after that. But it wasn't a regular jail. What the fuck? They trained me to shoot. Taught me how to kill. Dat is een beetje raar. Dat zou ik niet doen. Fucking kutvlieg. On the day of the crash, I escaped with all those skills. En toen ging je gewoon dingen vermoorden. Fuck off. Good deal. I promise. Every dealer I find, I'm gonna burn your name in their chest. Ja, ik bedoel, dealers zijn wel fucked up. Doe gewoon niet. Like we did. No brother. Nobody else. Damn, dat is fucked up. En mijn backstory. Ik moet trouwens echt mijn Blue Yeti terugschrijven. Terugsturen. En na morgen is dat weekend, dat is ook echt fucking leuk. En mijn rooster is dus veranderd en het is iets beter geworden. Dus hey, dat is wel een klein beetje voordeel. Dus hey, let's go! Vannacht krijg ik nog gratis kanaalbrood van een vriend van me. Dus hey, fucking strijder. Fucking eten. Like, na wiskunde day. Na de depressie moesten we onze depressie even opeten. She's just killing drug dealers, man. Damn. Nelson, murdering drug dealers. What I'm doing to the DUP? What you have to save the Akomish back home? Akomish? Yeah, what the fuck is that for? She stays free. Damn, blood. No way. Look, just because you have the same affliction, not gift, affliction. Damn. Doesn't mean that we're gonna pick up every little piece of trash we find. Piece of trash? Damn. Doe rustig jij. I'm never going to abandon you. All right? Not ever. This one goes in a cage. Okay. Stop! 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 Brent, fetch op het rechte pad. Fetchy. Leer haar zichzelf te beheersen en werkzaam om de illegale drugshandel van Seattle aan te pakken. Oh shit, mijn fans. Maak een genadeloze moordenes. Moordenares van haar door samen op anti-geleidersactivisten te jagen. We gaan het goede doen. Breng fetch op het rechte pad. Leer zichzelf te beheersen. Hoppa, we gaan het fucking goede doen. Should be my responsibility. Yeah, because responsibility is not exactly something you excel at. Damn, kijk er dan van damn. Infamous First Light moet ik ook eigenlijk nog eens kopen, maar ik koop het nooit tijdens de aanbieding wanneer het 5 euro is. Like, what the fuck? I'm here for the tribe of the Holland bioterrorists. Damn. Oh, fucking strijd, ik ben geladen. Normally cool, he's just not today. Yeah. Damn. Hij is wel fucking cool, die Delsen. Let's talk. We moeten praten. YOLO! Echt fucked up dat je haar niet als vriendin kan kiezen in de game. Dat vind ik wel fucked up. Auw. Fetch halen. Fucking fetch. Nu hebben we nieuwe dingen. Als... Oh, Peter Soy, what am I doing? Oh god! Oh. Oké, wat heb ik gedaan? Oh, we kunnen nog steeds rook. Maar rook kunnen we helemaal niet gebruiken. Oh, laat maar je wel. Ja, dit wil ik. Eindeloze snelheid. Dat is fucking chill. Verleng de verduur van de status wel. We hebben een dodelijke. Oh, je kan zoomen. Ja, dit is fucking episch. Fosforstraal. Oké, laser inzicht. Snel verleden. Damn, dat is weet je hoe fucking leuk dit is? Like, oh my god. Sorry, Red, sorry. Oh, look who it is. What is maar we kunnen het nu niet ingedrukt hebben, wat ik wel jammer vind. Oh, Titasoy. Titasoy. Oepsie. Oh, you are not doing the doei, power. Yes, I know. I'm your brother. And your brother is asking for your help and trying to stay alive. Damn, lekker bezig. If you won't do it for me, then... Do it for me. For the tribe. Fine. Oh. What do you need? Thank you. I need to see what else this power can do. And you are my go-to guy when it comes to finding the core relays. There. I sent it. For the tribe and you.
Thank you. I'll let you know what I get. No, I don't want to know what you get. Bye, pouting Reggie. Damn it! Kom hier, jij drone. Hey Fetch, you know those glowing boxes the dupes put up all over town? Bitch. Yeah, I've seen them. Oh, we kunnen wel roken. Well, I think... What? I lost smoke? Well, what's the point of getting new powers if you have to trade in the old ones? Gave you. And I thought maybe you'd like to tag along. You know, maybe talk me through the new stuff. I already bagged my dealer limit for the day. So why the hell not? And there's my sweet girl. Damn. Okay, give me this. It's supposed to be one of those things at 2nd and Main. Yeah, I've seen it before. Meet you there. Yeah, destroy him and give me this. Opa, die hebben we nodig en we moeten ook deze hebben, want die wil ik ook. Waar de fuck ben je? Bitch. Kom op, haal hem neer. Opa, we hebben hem. En we gaan dit nog even overnemen. Dan ga ik even een upgrade doen. Oh, shit, sorry. Wat wou ik doen? Welke neon straal? Oh, dat is wel chill. Oh, dit is vergrendeld. Wat? Dat vind ik niet leuk. Even kijken. Deze doen we wel eens wat chill, I guess. Verder is ja, maar dit is echt neon. Neon zie je nu echt overal, holy shit. Kijk, ben weg hier. Doei. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Abonneren kan altijd hier beneden. En ja. Comment dan maar altijd. Abonneren kan hier beneden. Like achterlaten zou ik waardeer ik altijd. En ja, dat was het voor deze video mensen. Niet heel veel interessant gedaan. We hebben nieuwe kracht ontvangen. Dus de video is redelijk lang. Dus we zijn hier bij een stoppunt. Dus we gaan ook stoppen. Spel opslaan. Op zoek naar het licht. Dat kunnen jullie niet zien. Maar ik zie nu een laadscherm vormen. In ieder geval mensen. Ja, dat was het eigenlijk. Niet heel veel gedaan. Ik heb een beetje gepraat over Outlast. Dat eigenlijk een betere Outlast en Senrun wil. Speedrun. Morgen ga ik een commentaar overleven. Komt die video online. En misschien ga ik dan nog verbeterde Outlast in Senrun doen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Morgen heb ik dus weer school 1 tot 6 volgens mij. Fucking kut. Zelfmoord. Roze wordt volgende week veranderd. Wordt een klein beetje beter. Dus hey, niks te klagen voor mij in ieder geval. Verder is... ja, dat was het wel zo'n beetje. Drangmal ben ik bij episode 57 volgens mij. Nog steeds fucking episch Drangmal dub. Echt favoriete anime's Drangmal zie. Maar ja, dat vertel ik later wel. Ik leef veel te lang, want deze video duurt al... Holy shit, 28 minuten. Bedankt voor het kijken mensen. Later. En die bitch zou ik echt doen hoor. Wacht, wat? Nee, doei.